School. Jullie zijn druk aan het repeteren, de generale repetitie voor Dancing op de Vaart. Klopt, eerste generale repetitie, Dancing op de Vaart. Paren in de originele kleding, wedstrijdkleding, die ze volgende week zullen dragen. Het is allemaal een beetje onwennig, dus vandaag maar eens even oefenen. En volgende week doen we het gewoon nog een keer. Allemaal spannend, hè? Ja, dat is altijd echt spannend. Het gaat echt kijken of het, voor hun is het natuurlijk het meest spannende, van gaat het allemaal lukken en ja, hoe gaat het eruit zien, weten we de passen. Voor mij natuurlijk altijd spannend van of het plaatje eruit gaat zien zoals ik het bedacht had. Qua kleding, qua choreografie, qua stijl, passend bij de personen en ik moet zeggen, ze doen het erg goed allemaal. Ja, het ziet er ook echt, echt goed uit. Maar Harold, welke dansen gaan de paren doen? We hebben een quickstep van Giel met Esther. Dat is een ballroomdans, een hele vrolijke ballroomdans die ze zullen dansen op hele verrassende muziek. Douwe en Sascha die gaan terug in de jaren 50, 60 met Jive. Hele erg leuk nummer. Nies danst samen met Danny een hele mooie, romantische, klassieke Engelse wals. Totaal anders. Het is de eerste keer dat de Engelse wals gedaan wordt op Dancing op de Vaart. Dat is nooit eerder gebeurd. Robert en Hanneke gaan richting Brazilië met een samba. Een zomerse nummer, zomerse klanken, zomerse bewegingen. En Dorothee en Robin gaan naar een cha-cha, maar op muziek die erg goed past bij Dorothee. En een hele erg mooie show zetten zij neer daarin. Ja, 27 juni, 7:30 op de wisseling, op het podium. Dan beginnen we. Dus ik zou zeggen, mensen moeten zeker komen kijken. Dat wordt heel mooi. Nou Alfred, ik hoop dat je genoeg gezien hebt. Ja. En als jullie mee willen zien, zaterdag 27 juni, dan is het spektakel. Dan nodigen we jullie graag uit. Nou, tot ziens, tot zaterdag. Tot zaterdag. Hartstikke bedankt.